Vanavond gaan we in gesprek over de kracht van houten. Wat bewonersinitiatieven en gemeenschappen samen kunnen doen met sociaal werkers en met andere professionele zorgpartijen. Inwonersinitiatieven zijn gebaseerd heel vaak op motivatie. Want mensen pakken dingen op die ze belangrijk vinden of waar ze energie van krijgen. Als er een groep energie zit, dan kom je in een flow terecht. Ja, waarin je alle eigenschappen die iedereen heeft in zo'n groep allemaal aangesproken wordt. Dat is zo grappig om te zien. Ja. En daardoor kan er iets gebeuren. Bewonersinitiatieven is natuurlijk wel, zit diep in mij. Dus de oorsprong van alles wat ik doe, heeft daarmee te maken, ook in mijn werk. Ik vond het heel erg leuk om nu dat onderwerp weer eens even aan te snijden. Want ik vind het heel belangrijk dat bewoners een initiatief kunnen nemen en dat we die tot bloei kunnen brengen. En het is wel gelukt om daar in ieder geval een goed gesprek over te hebben. Ik denk dat de kracht zit in samenwerking. En voor samenwerking moet je hele goede gesprekken voeren met elkaar. Moet je ruimte geven aan elkaar, moet je ruimte maken voor elkaar. En die samenwerking moet je ook echt goed gaan regelen. Ik ben nu bijna 10 jaar bestuurder van een welzijnsorganisatie. Bindkracht VHL, 5 Heerenlanden heet die nu. In de eerste 7 jaar, denk ik, heb ik nooit het woord opbouwwerker gehoord. Die zijn 20 jaar geleden allemaal wegbezuinigd, net als de buurthuizen. En nu, met de kennis van nu, de uitdagingen waar we voor staan in zorg en welzijn, zie je dat de blik ook weer gericht wordt op hoe versterken we wijken en hoe zetten we de inwoner, ja, vreselijk woord, in zijn kracht. Maar ja, vandaar, opbouwwerken zou in het bloed moeten zitten van alle bestuurders en politici. Ik vond het een ontzettende leuke, inspirerende avond. En wat ik meeneem is toch dat ook ik in IJsselstein en Nieuwegein weer opnieuw hernieuwde aandacht moet geven aan bewoners en bewonersinitiatieven. Want het is wederom duidelijk hoe belangrijk het is. En dat toch ook wel een beetje de toekomst is waar we naartoe moeten gaan, omdat we niet anders kunnen in de samenleving en de opgave waar we maatschappelijk voor staan. De tijd vliegt als je door hebt, is mij altijd verteld. Ik denk dat er al heel veel inwoners in beweging zijn, zeker ook hier in Houten, maar dat we dat heel vaak nog niet zien. Dus dat zijn mensen die al van alles doen voor elkaar op heel kleinschalig niveau, in hun eigen buurt, in hun eigen straat, voor elkaar, voor directe buren. En ik denk dat daar een mooie start zit om al die kracht zichtbaar te maken en nog meer mensen ook in beweging te krijgen. Ik neem mijn inzetten thuis, danken, hoe is Nederland samenwerken. Samenleving mooier maken. En ik ben gek op Nederland en de Nederlandse mensen. Hoop ik dat kon ik een beetje voor jullie betekenen. Dat het zo effectief kan zijn om initiatief te nemen en met elkaar contact te zoeken en dan samen stappen te zetten en op die manier verder te komen. En heel mooi vind ik ook om te zien hoe Van Houten en Co. daarbij kan ondersteunen. Als je ziet hoe Wanda bijvoorbeeld blij is met de ondersteuning en de snelle ondersteuning van Anneke van Houten en Co. Nou, ik denk van, dan bereik je dus echt wat. Er is gewerkt aan de verbinding en gewoon een heel inspirerende avond. Dus ik had zelf zoiets van, waar zou ik gaan aanschuiven? Hè? Welke stoel is vrij die mij zou passen? Dus vond dat leuk. Kijk ik naar de toekomst, dan zou ik elke welzijnsorganisatie een Willy Lageveen gunnen. Namelijk dat je in de kern ook opbouwwerker bent. En dat je daar het oog voor hebt en daar met snelle lijnen informeel schakelt en het daar laat bloeien. Dat betekent dat er meer terug moet naar de maatschappij. En het zijn nu geen kerken en naastenliefde, maar het zijn community en bewoners die het met elkaar moeten gaan doen. En dat zijn we aan het uitvinden met elkaar. Want de overheid kan het niet alleen, welzijn kan het niet alleen, zorg kan het niet alleen en bewoners kunnen het niet alleen. Ik vind dat we de handen ineen moeten slaan en naar elkaar moeten luisteren, van elkaar moeten leren en met elkaar naar oplossingen moeten kijken. Bewoners hebben echt hele goede ideeën, maar kunnen het ook niet alleen. Oh, dat is...